Lieve dames en heren, jongens en meisjes, ik zit hier weer. Toch niet, jongen, niet normaal. Dat is altijd genieten in het huis van mij. En hier staat een lege stoel. En die stoel is leeg omdat ik vandaag, dat benoemen. Ik ga op zoek naar het YouTube talent van 2017. Ik maak deze hele week lang elke dag een video met een van de 7 deelnemers. En daarna mogen jullie dus bepalen wie jullie het beste vonden. Dit is van niks naar kliks. Alhoewel van niks naar kliks heb ik de hele week elke dag een video met een speciale gast. Met een deelnemer van de talentshow. En aan het eind van alle video's kunnen jullie stemmen op wie jullie het leukst vonden. Ik introduceer vandaag de enige echte Govert. Govert. Hoi. Hij gaat zitten. Hi. Lekker. Alles goed? Zeker, man. Ja, goed. Wat heb je een lekker tijdje aan, joh? Ja, groot. Ja, de kleur. Dit is ook in. Oh, jeetje. Ja, is goed, joh. Zo, geniet hoor. Govert. Ja. Wat leuk dat je er bent. Vertel eens wat over jezelf. Ik ben Govert, ik ben 18 jaar. Ja, ik heb ook een YouTube-kanaal. Na school ben ik dit gaan doen. Ja. En ik doe alles wat ik wil doen in mijn leven. Maak ik een video van. En dat doe ik 2 keer per week. Doe ik ook. Het enige wat ik hoef te doen in mijn leven is een paprika eten, dus dat doe ik elke week. Nou, relaxend voor een groep gekeken. Zo, je bent de uitverkorene uit de honderden mensen die zich aangemeld hebben voor deze wedstrijd. Jij bent de uitverkorene, één van de uitverkorene. Ben je blij? Ik sprong een gat in de lucht. Sprong een gat in de lucht? Doe het even hier. Wow, wat een sprongetje zeg. Dit was wel goed. De sok, onze sokkengame is wel redelijk goed. Even een gaatje vervangen. Gaatje vervangen? Gaasje. Oh, ik heb een patiënt in huis. Wat is je lievelingskleur? Hebben broers of zussen? Ja, 2 zussen. Right. We gaan vandaag iets speciaals doen. Namelijk een bepaalde uitdaging. Challenge noem ik het ook wel. In de volksmond. Leg jij het anders uit? Ja, hier zitten woorden in. En die woorden gaan we eruit trekken. En dan gaan we allebei gaan we die intypen op WhatsApp. Ja. En dan checken we wat voor een gesprek eruit komen. Je moet. Alles wat je leest moet je ook voorlezen, vind ik. Ja. Dus wel slim dat je het niet zei voordat ik hier kwam. Zou ik nog even wat doen. Ja, maar kijk, hier staat dan bijvoorbeeld een woord in. Daar staat er op Mogol. Dan moeten we in onze WhatsApp opzoeken op het woord Mogol. Ja, dan kom ik op gesprekken waarin ik Peter uitscheld voor Mogol bijvoorbeeld. Ja. Oh. Dat willen jullie allemaal zien natuurlijk, toch? Tuurlijk. Hij stinkt in de paard! Bij mij is dat gewoon jouw hele doel. Gewoon, je nodigt gewoon iedereen uit. Ja, 7 mensen in 1 week. Moet wel iemand stikken. Ja, ik moet concurrentie uitmoorden, toch? Zo werkt het gewoon. Oké, we gaan beginnen. Dus de bak. Dat ik mensen is waarom jij de winnaar moet zijn van niks en klik. Ik denk dat alles wat ik doe in mijn leven en wat ik wil doen in mijn leven. Ik heb een soort van bucketlist aan me samengesteld. En al die dingen die ik wil doen, die film ik. En dat doe ik 2 keer per week. En ik denk dat het redelijk overeenkomt met de mensen die kijken. Ik denk dat iedereen wel in een vliegtuig wil springen of in een grot wil lopen. Ik hoef eigenlijk niet uit een vliegtuig. Niet? Nee. Ja, toch. Dat heb je zelfs een keer nog gedaan. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, want toch ging Peter uit een helikopter, want ik wou niet. Fuck. Maar in ieder geval, als je het niet wil, lijkt me nog wel leuk om te zien. Nee? Heb je bucketlist bij? Nee. Maar wat dan als je nu de kans kreeg om iets te doen? Oh, lekker broer. Oké, dit is het. Ik heb het. Boom. Wat een kutwoord. Boom. Heb je... Ja, ik heb gewoon iets met Emma, dat is mijn vriendin. Hey Emma, what's good, hey. Emma? Maar goh, wil je nou mee of niet? Ja, ik wil wel mee, gewoon. En dan zegt ze, ik zie een snelweg en bomen. Ik heb wel zin om samen weer een keer te drinken, maar dat maakt niet uit. Oh, haha, Emma, what the fuck? Wat is dat, zo'n raar gesprek? Nou kom ik aan. Oké, dit is een gesprek met Nesim van Supergaande. Ik zei, yo, we zijn bezig met feed, met de meet and greet indeling. Wil je meet and greet? Toen zei hij, doe maar een uurtje en klaar. Vraag me alleen af of het nodig is. Als in, ik weet niet of we zo booming zijn. Want daar zit het woord boom in. Oké, 2015. Een gesprek tussen mij en mijn vriendin. Pip heeft al 4 kerstballen uit de boom gegooid. Ik zeg, hebben jullie mooie boom? Zij stuurt een foto van de kerstbal. Zeg je dat ik raar gesprek heb? Ik zeg, ik vind... mooie boom. Boeit je gewoon geen zak hoe die boom eruit ziet voor mij? Ik vind paas niet zo mooi in een boom, maar dat ben ik. Pip denk ik dan ook niet. Wel, vind je het een mooie boom? Is dat wel een beetje scheef, maar is wel mooi. We gaan door met woord nummer 2, jongens. Dit is... Yes. Oké, boom was een goede afstapper. Dat was denk ik een van de meest saaie woorden ooit. Maar nu komt hij hoor. Jullie willen niet weten hoeveel briefjes hierin zitten trouwens. Echt honderden. Hoeveel saai. Worden gesproken. Slippers! Slippers. Ik doe even een aanname, zeg maar. Als ik denk dat een gesprek van mij zal gaan over... Vergeet je slippers niet. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gesprekken over slippers. Ja, ik eentje. Even kijken. Beneden een keuken met spoelbak, magnetron, kookplaat, koelkast, expressomachine, vergaderstafel, wc, bureau, tv, sal... Het is gewoon een opsomming van schierkit, random woorden. Schierkit, badjassen, slippers, gezellige open haard. €75 per persoon. Oh, dat ging volgens mij over een appartement. We gaan wel eens een weekend. Gaan we naar België. Gaan we van die verlaten locaties bezoeken. Oh, en dat was inclusief slippers. Ja. Oké. Okay. Peter zegt. Ja, dit is een gesprek met Peter. Heel saai. Ik zeg, ze hebben daar slippers, badjas en handdoeken. Dus only swimming pants and you're good. Laat hem bedenken wat hij zei. Wat zeg je daarop? Cool. Nee. Jij zegt cool. Wat een saai. Oké. Okay. Hey. Had hij wat leuks gezegd? Hadden we daar nu op kunnen lachen. We beginnen een beetje rustig aan. Dus normale woorden. Gewoon huisje, boompje, beestje, aap, nootmies, paprika, schoen, sok. Je weet hoe het gaat. Maar dit woord, dit is het. Kinderachtig. Ja! Oké, okay, maar dit is wel echt zo. Dit is wel kut.
kut hoor, dit woord. Yeah? Oh, dat is zo ruzies van. Ja, precies. Zo, doe niet zo kinderachtig. Ik heb best wel wat gesprekken hierover. Ik heb gelukkig niets gevonden. Echt niet? Nee, ik heb niks gevonden. Doe dan spatie ertussen. Kinder, spatieachtig. Ja. Nee, hè? Oké, nu moet je zoeken op kinderporno. Oh, nee. Nee, gelukkig, ik ben safe deze ronde. Oké, gesprek tussen mij en Nina. Kerel, doe alsjeblieft niet zo kinderachtig. Ik ben toch helemaal niet boos op jou, of wel soms. Gevolgd door, heb ik gezegd dat je boos op me bent? Ik zeg alleen dat het overkomt alsof ik wat verkeerd heb gedaan. Blablabla. Dat was een daadwerkelijk ruzie tussen mij en Nina via WhatsApp. Ik denk 2014 of zo. Dat ze het leuk vinden? Ik denk het niet. Yes, ik ben weer. Kelvin staat er. Ja, lekker. Ja, oké. Ik zal even beginnen, oké? Ja. Een WhatsApp groep tussen mij en mensen die allemaal aan dit kanaal werken. Want ik wou uit eten voor de 400.000 abonnees. En een van de editors zegt, super tof Kelvin. Ja, meer kan ik er niet van maken. Nee. Oh, het gesprek is daarna wel heel mooi trouwens. Ik zeg, waar houden jullie van? Qua eten, niet qua pornocategorie. Zegt hij, ja kut. Zegt Jart, Ebony Midget. Zegt, dat gaat me niks aan. En toen stuurde ik deze foto. Oh jeetje. Nou, wat top. Maar nu ben jij er weer. Nee, mijn is ook nog heel relaxed. Mijn zus kunnen ook bij Fabiano's eten. Dat gaat over straks. Nou, wat gezellig. En ik zeg, video gaan maken. Rolspel. Zegt ze, die zijn best bekend toch? Die Cinemate. Ja, is goed. Ik zeg, ja, die Kelvin. Laten we in ieder geval nog rond 2:30 afspreken. Oké. Heb je maar 2 gesprekken met mijn naam erin? Nee, wacht, er nog één. Ja, Emma. Ja. Trouwens, ken je Kelvin? Kelvin van Cinemates. Die blonde. Ja, ja. Hoezo? Hij doet zoiets van The Next Big YouTuber. Moet je video insturen, maar heb alleen mijn trailer gestuurd. Heb je dat gedaan? Oh, oké. En ik ga hem waarschijnlijk met hem opnemen voor zijn kanaal. Serieus? Nou, best wel oké. Best wel normaal. Rustig, toch? Ik ben er wel blij mee. Niet dat je een soort van een WhatsApp groep hebt met porno-fantasieën en dat dan over mij had gekund. Govert, vind ik wel een toffe naam. Ja, toch? Je hoort het weinig. Gozert! Govert! Gov! Oké, de volgende. Ik ben aan de beurt, ja. Hè? Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Hoeren. Als echt respect. Yo man, ik kom net terug van de hoeren. Ja. Dat is echt chill, man. Ik heb net eentje dicht. Maar ik ben gelukkig nog nooit naar de hoeren geweest. Wordt wel gevaarlijk voor ons. We hebben allebei een vriendin. Ja, precies. Oh, wat kut. Nina die stuurt Nee, valt wel mee. Zij zegt, hoeren pakken kan echt niet. En dat is een pakje aan. Oh, maar die vanzelf aan. Ja, ze heeft vanzelf gezegd. Zegt, holy shit. Zegt ze, wel bruine benen. Zeg ik, wat moet je doen dan? Dat was gesprek. Valt op zich wel mee. Ja, maar hoe gaat het verder? Rondlopen, foto met mensen maken voor reclame. Ja, was echt gewoon een super mellow gesprek. Ze stuurt gewoon foto's in een hoerenpak. Ben je nog safe? Oh, relax. Hiep, hiep, hoera. Hoera, yo, B, what the fuck? Ja, maar je moet even zoeken op hoeren. Je hebt nu alleen op hoeren gezocht. Nee. Deze gast. Ik heb er nog geen, deze is wel leuk. Govertje, vieze fake kankerhoertje. Ik heb er nog geen, deze is wel leuk. Deze is wel leuk. Deze is wel leuk. Zo! Iemand zijn reacties, fake kankerhoertje, laat jij je familie doodgaan. Wow. Nou, dit is een iets van Peter in de Cinemate Studios app van 2015. Ik geef ook een feestje na het werk. Onbeperkt hoeren, eten en drank. Kelvin is niet uitgenodigd. Ja, dat heb jij gezegd. En daarna stuur ik een foto dat jij gewoon op de bank ligt als een mogol. Dit is echt wel leuk, want je... Ja, toch? Je herinnert gewoon allemaal weer shit van... Ja, maar ook echt shit wat je al lang was. Ik weet niet eens dat dit überhaupt ooit gebeurd is. Awkward. Oh, fucking grappig. Ja, we hebben dus een podcast aflevering gemaakt. Nerd versus model of zoiets. En daar hadden we Quinn van Quinn's ding voor. Dus ik zei tegen haar, ja, ja. Lieve Quinn, een vraagje. Zegt ze, lieve Kel, vertel. Hashtag spitsessie. Zeg ik, podcast, stereotypie, stop maar over eens nerd. Niet dat ik jou een nerd vind, want je bent heerlijk. Maar je bril blijft awkward om te vragen. Toen zei ze, ah ja, nee, vind het totaal niet oké dat je me hier nerd noemt. Wanneer willen jullie filmen? Quinn, als je kijkt, sorry als ik je beledigd heb. Jij hebt echt je telefoon echt nu sneaky weggelegd. Yo boy. Nee, ik had echt een super saai gesprek. Hier. Geen saldo. Gelukkig was mijn maandag wakker. Ah, lol. Mooi zo. Awkward. Die heeft wel een kutgesprek. Ja. Wat een leven. Ja. Leuk, hè? Allemaal raar gesprek. Paprika. Paprika. Kijk, okay. Voor mij is het toch logisch. Dit is dus. Nina, app mij. Je Kel, je paprika's zijn deze week AH tweede gratis. Weehoe, I miss you. Nina, bedankt dat je nog zei. Korting. Dat is typisch Kier. Paprika, niets gevonden. Yo, what the fuck? Dat kan niet, man. Ga weg, man. Ja, sperma. Sperma. Dus ik zoek even op sperma. Hè? Ik heb nog nooit het woord sperma. Ik ook niet. Luiers. Heb ik ooit... Ik heb al gesprek met luiers. Heb je al vrienden die vader of zo zijn? Ja, Peter bijvoorbeeld. Ik heb 1 gesprek. Ja, dat is echt super saai. We hadden voor opnames luiers nodig. En toen had productiemeisje van toen zei... 48 luiers voor 5,99. Die zijn minima. Oké. Okay. Ik heb hier... Govert mag kiezen. Ik heb daar toch al video's. Maar even no joke. HP is echt goede serie. Toen lag jij nog in de luiers. Ik wil het ultieme woord vinden. Dus 69. Poep. Kaas. Vuurwerk. VH. Onderbroek. Kutzooi. En godverdomme. We hebben kutzooi en godverdomme. Sorry voor de language. Godverdomme is misschien nog wel wat kutzooi. Zeg je ook gewoon als je van, oh kut, mijn appel is gevallen. Kutzooi. Ja, godverdomme is misschien, dat wekt nog ziekere gesprekken op. Oké, ja, je mag denk kiezen. Ja, laten we gewoon één allebei kiezen. Godverdomme doen. Ja, want jij doet god, ik doe kutzooi dan. Oh, zo, dat is ook goed. Ik reinvent deze hele challenge hier ook. Dan. On the spot. Kutzooi. Oeh. Ja, is het kut? Ja, jij mag beginnen, jongen. Ze zeiden tegen ons, ja dit dat. Gevangenisstraf, geldboete, niks van gehoord. Gewoon altijd netjes blijven. Maar als je een kans ziet om te rennen,
godverdomme rennen. Ah, wat een gewelddadige vrienden heb jij, man. Gaan oud in bushokjes en shit. Ja, nee, maar dit ging niet over een of andere inbraak of zo. Dit was volgens mij gewoon voor een video of zo, dat we ergens... Ik maak me echt zorgen. Ik zeg echt vaak kutzooi. Ook echt raar. Gesprek met mijn broer. Leem, kutzooi, mail Redcoon. Nee, gay homo's. Voor de 10e keer. Mail, nope, wat een homo's. Kai, what's up, man? Lieve kijkers van dit fantastisch mooie filmpje. Dit was Govert. Dit is Govert. Govert wil nog iets zeggen tegen jullie, namelijk... Abonneer op mijn kanaal. Wow. En stem op mij. Als er 7 mensen zijn geweest in deze van Niks naar Klik serie, dan kunnen jullie op maandag stemmen. Dus wacht even tot maandag. Dan kun je onder die video van maandag laten weten wie je dat meest favoriet vond. Dus wacht nog even alle video's af. En als iedereen hebt gezien, dan kun je een stemmetje achterlaten. Misschien vond je Govert wel geweldig en gaat hij door naar de laatste 3. Dat zou geweldig zijn. Dat zou geweldig zijn, joh. Je mag alleen langskomen als je dan wel ooit over een paprika hebt gepraat in WhatsApp. Ja, is goed. Denk dat je was. Yes, komt 1 keer goed nog. Ja, natuurlijk niet. Ah!